PKC 83 staat in de zaterdag hoofdklasse op de 12e plaats. De laatste 9 wedstrijden zijn ze ongeslagen. Maar in de strijd tegen degradatie moet ook gewonnen worden van de nummer 3 Staphorst, spelend in de gele tenues. Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van Staphorst, uit een corner. Schot pijltjes, maar Kamps haalt de bal van de lijn. Mijnheer op Brakke. Dan Brakke met de voorzet. Winter kopt weg. Kamps. Bal weer bij Brakke. Schijnbeweging. Voorzet. Maar Mijnheer kopt net over. Verkeerde bal Hogenkamp. Noordmans neemt over. Bal naar Guitérrez. Doelman Knol komt uit. Duikt. Hiteres erlangs. Draait. Schiet. Nog een schot. Knol. Noordmans. En het gevaar is weg. Derguti. Maar Bakker kan wegwerken. Vrije trap PKC. Genomen door Kloetstra. Hands door Niklas Hof. Penalty voor PKC 83. Kloetstra legt de bal klaar. 1-0 in het voordeel van PKC 83. Een paar minuten later. Noordmans met de corner. Oosterkamp schot en Pannekoek tikt hem van dichtbij in. 2-0 voor PKC. Vlak voor rust. Schuurhuis. Brakke naar Bakker. Terug naar Brakke. Die schiet en het is 2-1. En daardoor komt Staphorst weer terug in de wedstrijd. Na de pauze. Ingooi Schuurhuis. Mijnheer kopt. Kuurman. Voorzet Schuurhuis. En Bakker kopt hem in. 2-2. Fidom op Brakke. Voorzet wordt weggewerkt. Weer Brakke. Geeft voor. Mijnheer, maar net naast het doel van Voortmeester. Ingooi Twan Kota. Noordmans, mooie bal op Pannekoek. Maar een knappe redding van doelman Knol. Kossen. Twan Kota kopt weg. Frank. Schot, pijltjes, Fidom, maar hij mist van dichtbij. Zo eindigt de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel en geeft PKC de voorsprong uit handen. Maar houdt toch een puntje over aan het duel met Staphorst. Oranje Nassau wint dit weekend met 3-2 tegen HZVV en houdt een kans op blijfsbehoud in de hoofdklasse. De overwinning van Oranje Nassau is geen goed nieuws voor PKC. Nee, maar ja, goed, we hebben voor deze wedstrijd gezegd van we moeten 7 punten halen in de laatste 3 wedstrijden. En we hebben vandaag niet gewonnen, dus dat betekent dat we 1 punt kunnen toevoegen. En dat we de laatste 2 wedstrijden volop de aanval moeten gaan spelen om niet te degraderen.